Koopman op pad. Goeiedag. MFC Nieuwlanden. Het brandpunt van de gemeente. En waarom het brandpunt? We bent hier in de MFC. Een prachtige zaal. Echt, Akje in de Boom. Helemaal goed. Dit ding dat bestaat ook nog maar 6 jaar. Nog maar 6 jaar. En nu is er brand in het gebouw. Want het gebouw is niet te betalen. Of we hebben het. Zo kun je het helemaal stellen, geloof. De kosten die lopen zo hoog op dat wij als bestuur besloten hebben om te zeggen van dit gaan we niet trekken met elkaar. Dat wil niet het risico niet verlopen. Ik kan het niet verantwoorden richting het dorp. En dat vind ik het lastigste. En daarmee voor mezelf als bestuurslid. En zo denkt hij de rest van het bestuur ook over. Dat is heel aardig. Ook voor plaatselijk belang, Henk. Ja, dat is zeker. Dat is een adelaar in plaatselijk belang. We hebben hier jaren voor de knokt. We hebben bijna 10 jaar voor de knokt om dit gebouw te realiseren. En dan binnen we een paar jaar verder. En laat de gemeente dat verstek gaan. En nu zal de boel als dicht gaan. Maar goed, dat is iets wat wij niet laten doen. Op wat voor manier dan ook, we laten niet dicht gaan. Daar hebben we niet zo lang voor bezig geweest en de bevolking ook om dit dicht te laten gaan. Ja, maar het is toch ook een schande, gemeenteraadsleden, dat jullie dit toelaten. Ik snap best dat Tiende Vinden goed draait. En dat MFC Krakeel het op een andere manier doet. Maar dit is een dorp, daar vechten ze allemaal zelf voor, met eigen zieltjes. Die komt niet van buiten, die doet het hier. En die hebt de jaren voor geknokt. En dan zegt de gemeente, jullie krijgen geen subsidie. Jullie redden jullie maar. En hoe is nou die impasse dan, Bert? Waar sta je nou? Nou, wij staan op dit moment op het punt dat wij afgelopen week hebben een gesprek gehad met de wethouders erbij. En daarin is gezegd van, wij krijgen voor het komende jaar zeg maar een eenmalige vergoeding. Dan stiet het water eigenlijk tot aan de lippen. Dat bedoel ik. Je kunt niet drinken, want dan ben je eronder. Om een voorbeeld te geven, als gas, water, elektra 1% duurder wordt, dan zitten wij alweer onder water. En wij hebben toch geen ruimte om te reserveren voor, bij wijze van spreken, een nieuw vaatwasser die er moet komen. Dus daarmee hebben we eigenlijk gezegd van de laatste jaren hebben we zoveel bezuinigd links en rechts op onderhoud. En nu maar allemaal op. Om maar te zorgen dat we toch positief komen. We hebben bijna 4 jaar hebben we met de gemeente om tafel gezeten om het vlot te trekken. En elke keer maar weer praten over de portefeuille? Ja, constant weer. In elke vergadering als we hier zitten, dinsdag zitten we weer met elkaar van jongens, hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we dit financieel toch? Ik moet eerlijk zeggen jongens, dat is prettig vergaderen. Je weet in ieder geval wat er op de agenda staat. In ieder geval zeker dat er één ding vast op de agenda staat. Dat bedoel ik, maar Henk, er zijn ook nog andere dingen die als ook loopt hier. Ja, ik heb hem wat huiswerk gedaan. Ik zal hem wat oplezen wat hier allemaal wat hier elke week plaatsvindt. Dat is passage, de handwerkclub, de gym, de volleybal, de judo, korfbal, zaalvoetbal, 50-plus gym, steps, streetdance, gitaarles, hobbyclub, kookclub, kidsclub, schoolclub, toneelvereniging. En dan hebben we hier nog 2 keer in de week dagvertier voor ouderen. Dat ondersteund wordt door de SWW. Hebben we nog logopedie en therapie voor kinderen met behulp van honden. Workshops, diverse vergaderingen en elke maand bingo. En er staan er ook nog een paar optredens dit jaar in de planning. En dat moet ook gewoon doorgaan. Dus als de gemeente zijn sociale verplichting niet nakomt, kunnen we dit allemaal niet meer doen. En dan is het dorp helemaal dood. En daar ben ik niet voor bezig geweest om dit te realiseren. En dit is ook nog niet alles wat ik hierop lees. Want ik heb vast en zeker nog wat vergeten. Nee, Brugpop ben je vergeten, hè? Ja, Brugpop ben ik ook nog vergeten, ja. Toen was hij dat zegt, ja, dat klopt, want dan ben je zelf ook al bijgesteld. Ja, was Tien nog ook wat ik weet. Ja, dat gaat niet, maar goed. Ik heb hem een opzomming gemerkt, ik heb het liedje gemerkt. Ik kan het allemaal niet op mijn hoofd. Oh ja, Dick Altena, weet ik ook. Dick Altena, elk jaar de zaal vol. De kort naar Luut verkocht voor dat hij weer de hele rustig giet. En de Wieners. En Noneem. Noneem over dit jaar. Noneem komt 29 februari hier. Dat mag geen naam hebben, toch? Nee, dat heeft ook geen naam. Maar dat heeft ook geen naam. Maar in ieder geval, mensen, dat is een agenda waar een andere trots op zou winnen. Ja, dit is een activiteit die elke week plaatsvindt. Elke week vindt deze activiteit plaats. Dus elke week is hier wat te doen. Dus er zal ook elke week iemand moeten weten
de boel te regelen en te organiseren en te doen. Dus. Henk, dan zal het niet vreemd winnen dat jullie als bestuurder ook met elkaar te maken hebben. He? Dat door ontkooien was niet aan. Van plaatselijk belang en een MSC, ja, dat hoort wel bij elkaar. Is er dan de mogelijkheid dat als jullie de portemonnee samen doen? Ja, als er die mogelijkheid is, was wel, maar we hebben ook een armzalig club. We hebben ook geen mogelijkheid een financiële ondersteuning te geven. Maar dat is ook niet het uitgangspunt. We hebben toen 10 jaar bezig geweest en we hebben toen met de bouw hier zo. Ik zal het bedrag niet doen, maar we hebben hier. Doe eens gek. Doe eens gek, zou ik eens nu. Ja. Je hebt hier bij elkaar, inclusief subsidies, 110.000 euro in de steun. Ja? Van uw plaatselijk belang. Dat is een bulte goud. Dat is een beste badse goud. We hebben dus ook subsidies gekregen. En we hebben van een bedrijf in de Hogeveen hebben we een heel mooi bedrag gekregen. Te besteden voor het dorp. En dat we zeggen van nou, we doen het in het MSC. De hele inventaris hier is hiervan betaald. De hele partij klinkers hier voor de deuren. Die moesten wij betalen. Want de gemeente zegt, we doen dat aan de scholen. En als die klinkers hem wilden, dat stok ik dan zoiets zelf moeten betalen. Dus hebben we het er ook maar in de sterken. Ja, en er zijn meer van die dingen wat we allemaal in de sterken hebben. En zullen droef alweer als dit op deze manier te zielig zou gaan. Nou ja, Doris Bert het ook dik met eens. Het mag ook niet. Het mag ook niet te zielig gaan. Nou is mijn vraag. Heb ze 6 jaar terug. Heb ze zoveel tamtammen maken dat hier de MSC kwam. Iedereen was bij elkaar. De wetholders die er nou zit, waren toen de jongens die bij de deuren staan. Die hier zeiden, jongen, dit doen we toch knap. Zo met een dorp bij elkaar. En je hebt nou dezelfde mensen aan de tafel zitten en die zegt, ja, de portemonnee, dat is leeg, red hoe. Ja, maar ook dat begrijp ik wel, hè. Ik snap heel goed dat ze dat zegt. Maar het kan niet zo wezen dat wij als dorp, zeg maar, de afgelopen jaren, nou ja, Henk die geeft dan een voorbeeld wat het van die plaatselijke belang de binnenstapt is. Maar in de afgelopen 6 jaar is het door het MFC zelf ook nog een keer zo'n bedrag in de stad. En ja. Wat heeft dat MFC gekost? Dat al de dorpsjes is afgebruikt? Ja. Wat heeft dit MFC gekost? Nou, dat vraag ik me wat, dat weet ik echt niet. Weet je dat toevallig, Henk? Rond de 5 miljoen. Rond de 5 miljoen. Dat is 1 miljoen per jaar afschrijven. Ja, hij het zo bekijkt wel, ja. Een bolde geld. Zeker een bolde geld. En dan kun je de bewoners van die landen niet aan doen. Zo makkelijk ligt dat. Dus er is vaste ergens een mogelijkheid, wetholders van gemeente Hogeveen, dat er een manier is en een minpad dan een gebiedsregisseur of zo, Bert? Zal die wat weten? Nou ja, status op dit moment is zo dat er officieel geen. Officieel is nog steeds een bestuur. In de zin van dat wij hebben gezegd van per 1 januari stoppen we ermee. Maar gezien de stadnotitie en de wetgeving kunnen wij dat niet. Hè, dus, je bent wel verantwoordelijk. Ik ben wel verantwoordelijk. Maar goed, de verantwoordelijkheid hebben wij op dit moment dusdanig weggeschoven richting de gemeente. Dat we zeggen van joh, hier houdt het voor ons op. We kunnen deze verantwoordelijkheid niet nemen. We kunnen 2 dingen doen. We kunnen zeggen, we stopt als bestuur en we heft de stichting op. Er zit alleen 1 addertje onder gras dat wij als bestuur niet eenzijdig afscheid kunnen nemen. Dus de gemeente moet toestemming geven, anders kunnen we niet stappen als bestuurslid. Dus totdat er een nieuw bestuur is, binnen we eigenlijk ja, met de handen voeten. Maar die trek je ook zo niet van de weg af. Nou ja, we hebben tot 19 december hebben we het allemaal uitgelegd hier aan het dorp. En waarbij de gemeente ook bij aanwezig geweest is. En we hebben vanuit het dorp duidelijk te horen gekregen, zoals de cijfers er nu voor liggen. En is er in het dorp niemand die kaart wil gaan trekken? Hoe kwam het bij jullie binnen, Henk? Hoe kwam het bij jullie binnen, bij plaatselijk belang? Nou, we wisten al een beetje van hoe het ging. Maar uiteindelijk, we hebben het ook bij elkaar gezien en gezegd van dit kan dat niet mogelijk worden. En we hebben ook proberen een oplossing te vinden. Maar we kunnen ook geen oplossing vinden, want het is gewoon een financieel punt. En de gemeente heeft nog gezegd van ja, we gaan een paar bestuurders aanstellen. En kijken eens die het beter doet. Nou, ik snap niet waar ze erbij komen, want het beste bestuur wat we hadden, hebben ze gewoon laten gaan. En ze hebben met hart en ziel hebben ze de verre knokt, het bestuur van het MSC. En dat weet ik goed, want ik kom hier ook regelmatig. En het enige punt is, het is een financiële kwestie. Wie hij hier ook neerzet, het heeft geen zin als er geen geld over de drempel en gegooid wordt.
Ja, want daar kan geen ieder de kop van water rollen. Als je zoveel kosten hebt en zoveel baden, dan holt er op een gegeven moment op. Wat voor bestuur hij hier ook neerzet. Dus ik snap niet dat de gemeente zegt van we gaan er iemand van de gemeente opzetten. Ja, net als die voor niks is. Nou ja, laten we dan nog even een ander punt nemen, Bert. Dan hebben we hier een beheerster lopen. Ja. Die wordt betaald. Ja. Die werd van de hoed in de rand. Ja. Die werd alles. Die kun je gewoon alles zeggen wat hij wilt. En ze werd er rood met. Ja. En gooi die dan op straat? Nou ja, wij hebben gezegd als bestuur dat we dat niet doen. En dat is tweeledig. Enerzijds is het zo dat Maya die heeft hier geen volledige baan. Die heeft een 20-urige baan, heeft ze hier. Ze zet zich voor, nou ik denk gemiddeld... 40, 50 uur in? Ja, nou dat kun je rustig aan al. Ik van Henke. Ja, van Henke kan wel meer vertellen toch? Ja, ik geloof hem op dat punt. Ik ben er voorzitter. Ja, dat wel. Nee, maar... Kijk, het is ook zo, en dat heb ik ook uitgelegd bij de gemeente. Als je meer activiteiten hebt, dan ga je dus meer omzet erin. We hebben tegen Maya al die gezegd. Het zou mooi zijn dat als jij daar komt, zeg maar, dat hij ook ineen terug gaat verdienen. Nou, als ik nou kijk, zeg maar, wat wij aan omzet draait, dan kunnen we in principe Maya bedruipen. Dan zitten we nog steeds binnen de startnotitie en halen we nog steeds geld over. Wat is de startnotitie? Startnotitie is een document, zeg maar, waarin de basis is neergelegd van wat wij met elkaar afgesproken hebben. Met de gemeente en met de MRC? En met de school. En met de school. Ja, en daarin is omschreven, zeg maar, wat wij aan prestatie neer moeten leggen. Waar rekening mee gehouden is vanuit voor een beheerder, zeg maar. Maar ook wat er vanuit de scholen, zeg maar, binnenkomt. Dat soort dingen, financieel gezien. En dat zit op papier, daarmee aan voldoen. En als je daar aan voldoet, wat is dan de prijs die je verkrijgt? En aan je bestaansrecht. Ja, maar daar kun je geen brood van eten. Nee, daar kun je op dit moment geen brood van eten. Nee, dat en dat moet dus wel. Nou, les Henk net een paar activiteiten op waar hij van weet dat de zaal vol is. En er zijn nog een aantal dingen voor de olden hier, dat er dingen georganiseerd wordt die heel groot gevuld wordt. Door heel graag een metadonnen wordt. Nou zegt ze dingen, de gemeente die zegt, de mensen die met de deur uit. Dat is je moet tegen de eenzaamheid vechten, de jeugd moet bewegen. Dus er moet meer bewegingscentra komen. De jeugd moet vermaakt worden, zodat ze niet op straat zwarft. Het hele MRC voldoet hier. En hoe kan het dan, gemeenteraadsleden, dat hij dan zegt van jongens, er is geen geld om dat te doen. Moet het een structurele geldstroom winnen? Ja, dat zal zeker een structurele vorm wezen. En over wat voor bedrag praat je dan, Bert? Ja. Je hoeft niet, kijk, de mensen hoeft hier niet rieken te leven. Want dat is in uw land ook niet de wend. Nee, nou kijk, als je kijkt naar de discussie, zeg maar, waar het nu over gaat, is een bedrag van tussen de 6700 en 7000 euro, zo'n beetje, zeg maar. Dat gooit ook niet veel onder tafel. Nou, dat lijkt mij niet, maar gebeurt wel. Maar dat betekent dat wij dan nog steeds op de nullijn zitten. En dat is het tekort wat we hebben, hè? Nou ja, maar Lovium reëel winnen, plaatselijk belang, heeft een 110.000 erin op hand. Ja. En iets praat over een bedrag van 6.000 à 7.000 euro. Ja. Dat is het tekort, dan sta je op nul. Dat is een structureel tekort, daar kom je elk jaar tekort. Ja, en er komt structureel elk jaar wat bij. En waar zit die kost nee? Daar zit hem hoofdzakelijk in energiekost. De gemeente heeft ook een sociale verplichting. We betalen hier voor niks hoeveel geld aan de gemeente. Ja, dan zullen ze ook wat terug om aan doen. Ja, er moet gewoon structureel wat gebeuren. Dat is het. Structureel wat gebeuren. Bert, hartstikke bedankt. I ook bedankt. En ik hoop dat jullie wint. Ik vind gewoon dat jullie dat moet winnen. Nou ja, het moet gerechtig wezen. Daar haal ik van. Dankjewel, Volkie. Volgende week weer. Kom op pad. Goedenavond. Gezellig, hè? Wij maken een heleboel de filmpjes. Overal in de gemeente Hogeveen. En wat het maar leuk is. Heb je suggesties of mooie ideeën? Schrijf ons in. Hieronder staat het e-mailadres. En als je onze filmpjes leuk vindt, hier staat het abonneren. En abonneer u dan op onze filmpjes.
Koopman op pad. Een wekelijkse rubriek met altijd een beetje muziek.